En dan nu het nieuwsoverzicht van donderdag 2 februari. Op de site boerenbusiness.nl staat te lezen dat de Amerikaanse landbouwsector afzetkansen ziet in Nederland. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw komt van 17 tot en met 20 april met een handelsmissie naar ons land. Want de Amerikanen zien afzetkansen voor zuivel, rundvlees, peulvruchten en granen. De haven in Rotterdam. Zien de Amerikanen als de ideale toegangspoort voor het Europese achterland? Het Amerikaanse ministerie van Landbouw noemt Nederland een volwassen afzetmarkt met veel professionele voedselimporteurs, handelaren, verwerkers en distributeurs. Anthony Michels, Ad Broeren en Barry Annes hebben bij Studio Blue Tiger van Tom Switzer verteld over de introductie van de Florijn. De contante florijn is geen wettig betaalmiddel, maar kan worden vergeleken met een boekenbon. De florijn kan overal ingewisseld worden waar leveranciers van goederen en diensten de contante florijn accepteren als ruilmiddel. Een voordeel van de florijn is dat het gericht kan worden besteed bij het kleinere MKB, waardoor deze een steun in de rug krijgen. Door de contante florijn te besteden bij de aangesloten deelnemers. Is de privacy van de koper gegarandeerd? Particuliere deelnemers kunnen kosteloos deelnemen. Voor 95 eurocent ontvangt iemand één florijn. Als je ermee betaalt in de winkel, is een florijn gelijk aan een euro. Deelnemende bedrijven geven dus een korting van 5%. De ministers van Defensie van Hongarije en Oostenrijk hebben verklaard dat de landen geen wapens naar de Oekraïne zullen sturen. Om verdere escalatie te voorkomen, ook Griekenland heeft solidariteit betuigd met zowel Oostenrijk als Hongarije en kondigt aan geen Leopard 2 tanks aan de Oekraïne te leveren. Het land wil een reserve aan tanks aanhouden voor het geval het in conflict zou raken met Turkije. De Hongaarse premier Viktor Orbán noemde Oekraïne een niemandsland en zei dat Rusland niet zal verliezen. De oorlog tegen Rusland. Kost de Duitse economie dit jaar waarschijnlijk ongeveer 175 miljard euro, volgens berekeningen die het Instituut voor de Duitse Economie in Keulen deze week heeft gepubliceerd. De woordvoerster van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, heeft gezegd dat de reis van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg naar Azië erop gericht is om Zuid-Korea en Japan bij de Oekraïnse crisis te betrekken. Ze geeft aan dat hun deelname het conflict zal verergeren. Oekraïne misleidt de hele wereldgemeenschap om louter egoïstische redenen, maar de geschiedenis zal alles op zijn plaats zetten, al dus de woordvoerster. Het Russische ministerie van Defensie zegt in een verklaring dat vertegenwoordigers van het Oekraïnse leger een doelgroep waren in Amerikaanse HIV-besmettingsexperimenten. Die sinds 2019 in de Oekraïne worden uitgevoerd. Er zijn tijdens de speciale operatie in de Oekraïne meer dan 20.000 documenten gevonden. met details over aspecten van biologische programma's van de Verenigde Staten. De documenten bevestigen de intenties van het Amerikaanse Pentagon. om Oost-Europa en Rusland te gebruiken als proeftuin voor biowapens. Sinds 2015 vond er door Amerikaans gefinancierde organisaties onderzoek plaats naar COVID-19. En dan het weer. Vanochtend is het bewolkt en is er kans op regen. En waait een matige tot vrij krachtige westenwind. In de middag wordt het geleidelijk droger. De middagtemperatuur komt uit tussen de 7 en 9 graden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het nieuwsoverzicht.